Hey, lieve jongens en meiden. Fijn dat jullie weer kijken naar Mees Leon. Vandaag heb ik namelijk iets anders in de klas staan. Ik heb het even geleend van juf Ingeborg. Het is natuurlijk lente. En in de lente zie je altijd hele mooie vlinders. Nou, wat je hier naast mij ziet, is ook een hele mooie vlinderbak. Nou, ik ga vandaag even met jullie doorlopen. Hoe groeit een vlinder eigenlijk? Nou, en dat begint... dit hele kleine petrischaaltje. En hierin, ze zijn nu nog heel klein. Ik ga proberen om het jullie te laten zien. Hierin zitten allemaal eitjes en hele jonge rupsjes. Die moeten nu heel goed eten van het blad om verder te kunnen gaan groeien. En als ze dan verder groeien, dan krijg je wat wij hierin zien. En hierin zie je ze al lopen. Hier heb je allemaal rupsjes van het koolwitje. Die van die mooie witte vlinders die we wel eens zien lopen. Nou, maar is goed. Van ei naar klein rupsje naar een groot rupsje. En dan gaan ze zichzelf verpoppen. Nou, dan maken ze een hele kokon om zichzelf heen. En in die kokon gebeurt bijna iets magisch. Daar worden de vlinders eigenlijk een soort van gemaakt. Van rups veranderen ze helemaal tot vlinder. En wat hier heel cool aan is, en daarom wilde ik vandaag filmen, er is zo net een vlinder uit de cocon gekomen. Kijk maar even mee. Nou, die vlinder... die vliegt nog niet. Zijn vleugels zien er nog niet zo mooi uit. En dat komt in die kokon is het heel erg nat. Dat zijn allemaal een beetje sappen die nodig zijn geweest in het maken van de vlinder in de kokon. Die vleugels die hij nu heeft, die kan hij nog niet gebruiken. Want die moeten nog eerst even opdrogen. Nou, nadat ze opgedroogd zijn... dan komen ze bij de volgende vlinder. En daaraan zie je al dat de vleugels droger zijn, een mooie vorm hebben gekregen. En die gaan we zo meteen vrij laten buiten. Want dan kan hij lekker vliegen. En kan hij op zoek naar een partner om weer nieuwe eieren te leggen. Want dat moet deze lente wel gebeuren. Nou, dat was het even over vlinders. En als je er eentje ziet, ik ben heel benieuwd. Misschien weet je wel wat voor rups het is. Misschien weet je wel wat voor vlinder het is. En ik zeg, wij gaan onderzoeken. En tot de volgende keer.